Vandaag in Wegmisbruikers verlenen de Utrechtse surveillanten assistentie bij twee identieke ongevallen. Ja. Ik wil dat uw hoofd zo min mogelijk beweegt. Ja. De ambulance die komt eraan. Is dat nodig? Ja, die moet even naar u kijken, want u heeft een hele harde klap gemaakt. Veroorzaakt deze bestuurder een hoop heibel langs de A2. Wat is dat? Wat kan ik zo doen? Wat is dat? Wat is hey! Ja, politie, ja, staan blijven. Wat hij doet, man! Maakt me niet uit, wat je zegt klopt gewoon niet. Moet je kijken wat hij doet! En krijgt deze wegmisbruiker een EMG-cursus aan zijn broek. En misschien dat ze jou daar een beetje manieren bij kunnen leren. Als iedereen zich zo door het verkeer zou bewegen, nou, dan krijgen we een grote pijnzooi. Wie in Nederland woont, mag niet met een buitenlands kenteken rijden, omdat zo de BPM en de motorrijtuigenbelasting kunnen worden omzeild. Wel kan je een vrijstelling voor 2 weken aanvragen, maar dat moet je dan wel regelen voor je de weg op gaat. De bestuurder van deze camper heeft hier allemaal geen erg in en tuft lekker door het land van Maas en Waal. Maar dat kan hem nog lelijk opbreken, zoals we zien bij Lent op de N325. Surveillanten Erwin en Marcel hebben de bestuurder van een camper in de peiling die even daarvoor zat te kleven op de videowagen. Dag meneer, goedemiddag. Goedemiddag. Hesselink is mijn naam, politie Gelremidden, video surveillant. Goeiedag. Hallo. Op het moment dat wij de hoogte van Lent rijden, en dat is ter hoogte van de Ovatonde, ja. Daar zit u zeer kort bij ons op de bumper. We hebben daar ook een metingje gedaan, dan rijdt u met een gemiddelde snelheid van 81 km per uur op een onderlinge afstand van 1 meter of 4, 5. Dat is gewoon kleven wat u aan het doen bent. Ja, helaas hebben we niet op de band staan. U reed achter ons. Ja. En we kunnen onze camera niet instellen op de achterzijde, alleen op de voorzijde. U krijgt er wel een bekeuring voor. Ja. Ja. U hoeft daar natuurlijk geen antwoord op te geven, maar waarom doet u dat? Nou, het is me heen opgevallen. Ik dacht, we gaan van de 50 over naar de 80. Dus toen ben ik naar links gegaan. Ja. En dan later begint de snelweg. Dus ik denk, jullie zullen wel wassen. Ja. Ja, het is daar nog 80, hè? Ja, dus daar gaan we niet harder dan 80. Nee, maar ja, dat is maar een klein eindje als iemand ook. Ja, dat is wel een aardig stukje, hoor. Ja. Goed, heeft u een rijbewijs bij u? Dan zou ik het even mogen inzien. Ja, dank u wel. Papieren van, van de verhuur, die heeft u ook bij u? Ja, die heb ik bij hem. Zou ik die ook even mogen inzien? Dank u wel. Okay. Ik ga even wat noteren. En dan kom ik voor de postcode zo even bij u terug. Goedemiddag, heer. Ik wou even een blaastestje van u afnemen. Is dat een nieuw monstertje? Uiteraard. Gewoon uit plastic. Ja, maar ja, dat heb ik vorige keer ook al eens een keer gehad. Jullie voemelen een beetje achter in die auto en dan kom je met zo'n ding aan. Misschien heeft er al wel iemand op geblazen. Zou ik heel smerig vinden. Als u niet vertrouwt, pak ik weer een nieuwe. Ja, dat doen we dan. Ja? Ja, inderdaad. Ik haal hem uit plastic. Maar. Ja, ik heb het niet gezien. Nee. Sorry, hoor. Dan met alle plezier een nieuwe voor u. Goed? Okay. Ja, oké. Okay. Kijkt u even of het zakje dicht zit? Nee, kijk even of het zakje dicht zit. Dat geloof ik dan wel, maar... Ik ga het even om het principe. Ja. Nee, maar ik wil graag dat u daar vertrouwen in heeft. Nee, precies. Dat is voor mij ook belangrijk. Maar dan kun je het beter elke keer zo doen, dan hebben we die problemen. Ja. Toch? De meeste mensen vertrouwen me wel wat dat betreft. Ja, nou ja. En ik zou het zelf ook wie zo verschrikkelijk... Wie kun je tegenwoordig nog vertrouwen? Ik zou het zo verschrikkelijk smerig vinden. Ja, het idee alleen al. Nou, precies, ik ook. Dus ik zou een ander ook niet aan doen. Goede teug lucht nemen en even een tuintje blazen drugs opzeggen. Gaat uw gang. Stopt u maar. Uitstekend. Ik had begrepen dat u de bus gehuurd heeft. Ja. En dat u zelf in Nederland woont. Ik woon in Nederland. Ja. Dat heb ik net afgekleed gehuurd. Maar heeft u iets afgesproken met de douane? Met de douane? Ja. Nee, hoezo met de douane? Nou, u rijdt nu in Nederland als Nederlands ingezeten in een buitenlandse kentekende bus. Ja. Voor deze bus is geen BPM afgedragen, dus in principe bent u in overtreding voor de belastingwetgeving. Nee, dat begrijp ik, maar... Oké, dus daarom die vraag. Ja, oké. Nee, u zult het niet willen geloven, maar ik heb hem net gewassen. De tas met papieren, die liggen in Nijmegen, waar het huurcontract in zit. Ik wou alleen even naar kennis rijden om te laten zien waar mijn vakantie ben. Oh ja. Dus dat is het hele... Ja. Anders had ik hier helemaal niet gereden. Nee, maar goed, u rijdt u wel. Ja. En waardoor dat komt, dat boeit mij niet zo om maar lom te zeggen. U rijdt hier en dan moet zeg maar belastingbetaald zijn. Ik wil u alleen maar even erop attenderen waarom ik hier rijd. Ja, oké. Okay. Maar het huurcontract heeft u nu bij u, zegt u, van wanneer tot wanneer heeft u hem gehuurd? Tot eind augustus.
Vanaf nu? Het huurcontract ligt in de tas met papier, ja. Wat ik al zei, met de landkaart. Het is nu 18 en u heeft hem wanneer opgehaald? Voor 3 weken terug. Voor 3 weken terug al? Ja. Dus heeft hem in ieder geval langer als... We zijn ermee naar Bulgarije geweest. Oké. Okay, dus daar hoef je geen BPM te betalen. Nee, nee, maar zolang je in Duitsland of andere landen blijft, is het allemaal prima. Ja, dus gauw je in Nederland rijdt, ja, is dat dus niet toegestaan? In principe niet. Oké, okay, ja, dat is het niet. Daar kun je afspraken over maken, okay. Want als je zeg maar een voertuig huurt voor een paar weken en we weten allemaal zeker dat hij ook gewoon weer teruggaat, ja. dan kun je dat even melden bij de Belastingdienst. Ja. Dat je, dan krijg je zo van toestemming om daar voor een beperkte periode mee te rijden. Okay. Maar het gaat erom dat het ding op het land weer uitgaat. Anders, zou, ja, iedereen, anders zou iedereen heel makkelijk met een Duits kenteken kunnen rondrijden. Nee, ja, ja, ja. Dat doen we. En dan geen BPM, geen wegenbelasting, verlaagde verzekering enzovoort. Allerlei andere wetgeving. Nee, dat begrijp ik. Dus je moet dat wel regelen. Oké. Nou, dat voor de volgende keer. Want ja? Nu houdt het op. Ik bedoel, ik breng hem terug en dan is het over. De vakantie zit er al in. Ja, het zit er alweer in. Ja. Wordt hem ineens leeg. Dus de bekeuring kan ik ook niet betalen. Dan vind ik dat bij een huurbus ook wel aannemelijk. En dan ga ik daar ook wel mee akkoord. Oké. Maar bij een personenauto bijvoorbeeld, dan zou je toch een groot probleem hebben. Ja. En in het slechtste geval, bij een tweede geregistreerde keer, krijg je gewoon een vordering van de BPM. Met 100% boete. En ik denk dat u dan een hele akelige vakantiegevoel overhoudt. Maar gelukkig wordt het vakantieplezier slechts ten dele vergald, want de bekeuring blijft beperkt tot het leven. Ja, alsjeblieft. Kentekenbewijs, groene kaart en een bonnetje. Er staat geen boetebedrag op vermeld. Het gaat namelijk de directie van justitie zelf bepalen. Hoe hoog het boetebedrag zal zijn, kan ik u ook niet vertellen. Ja, dat weet ik namelijk niet. Het zal een x-aantal weken duren. Dan krijgt u een schikkingsvoorstel. En als u die betaald is, daar verder mee afgedaan. Die laat ik bij u achter. Ja. Okay. Probeer de volgende keer rekening mee te houden. Meer onderlinge afstand. Ja, ik doe nooit bumperkleven. Nee, ja. U ziet het. Sluipt erbij in. Nou ja, kijk, dit is ook een vreemde auto. Dus misschien is dat des te meer een reden om dan wat rustiger aan te rijden. Wat meer afstand te houden. Je hebt het denk ik wel gezien op het rijbewijs. Wat ik voor rijbewijs heb. Ik rijd al 46 jaar. En ik zeg bumperkleven. Kom er mee. Normaal. Of u zelf hebt al die jaren goed opgelet, of het overige verkeer heeft al die jaren goed opgelet. Ja, okay. Dank voor de medewerking. Succes. Voor de reis. Dag. Ja. De boete voor het bumperkleven loopt via de officier van justitie. Van Gelderland gaan we naar de regio Haaglanden in Zoetermeer op de Oostweg. Surveillanten Henry en Robert rijden achter de bestuurder van een Volkswagen Golf, waarvan alleen de remlichten lijken te functioneren. De agenten geven de man een stopteken om hem op de defecte achterverlichting te wijzen. Goedendag meneer. Mijn naam is De Bruin, politie Haaglanden. Bureauverkeer. De reden waarom wij u staande houden, is dat u geen achterlichten hebt. Geen achterlichten? Nee, stapt u maar uit, dan kunt u het zien. Ik weet ongeveer wat het is. Je weet wat het is? Ja, het is een oudje. We gaan even kijken. Schrijf eens even een tikje. Het is mij zelf niet eens opgevormd. Nou, je kan... Kijk, maar het is dan ook alles, hè? Het is je en je achterverlichting. Remlichten doen wel, knipperlichten doen het. Maar ook je kentekenplaatverlichting doet het ook niet. Dus je hebt ook helemaal niks aan de achterkant. Ja, ik dacht dat het zelf gewoon deed. Ik kwam het uit Delft en toen deed hij het wel. Dus ik denk dat het onderweg ergens is gewerkt. Ja. Misschien de letjes of zo. Of een, zeker. Ik heb een... Hey, je krijgt er wel een bekeuring voor. Die voor dat dan in je fiets erop. Ja. Over enkele weken krijg je de acceptgiro in de bus. En dan de voorzijde staat hoe je hem kan betalen. Achterzijde staat hoe je in bezwaar kunt gaan. Komt even in elkaar. Heb jij nog vragen? Nee. Nee? Nou, dan ondanks dit. Fijne avond. Fijne avond. Deze bestuurder is bijna thuis en mag zijn auto nog voor de deur parkeren. De bekeuring voor de defecte achterverlichting bedraagt €60. Van Haaglanden zakken we af naar de regio Brabant Zuidoost bij Eindhoven op de Randweg N2. Surveillanten Jos en Ger zitten achter de bestuurder van een BMW die stevig doorrijdt. Ja, bedankt. Pak hem eens af. Even kijken waar we overhouden. 32. En dat is precies 52 kilometer te snel. Jos start een tweede trajectmeting. Je gaat eraf. Ik kan hem hebben, hè? Dat zag ik wel. De bestuurder krijgt een volgteken. Goedendag. Goedendag. Ik had graag het rijbewijs van jullie. Dankjewel. Reden u laten stoppen, dat is de snelheid.
De snelheidsmeting gedaan op de N2, waar je 80 maakt en dan komen we uit op 100... De A2 dan niet. N2. N2? Ja. Oh. A2, dat is net zo'n stuk, hè. Dat is de autosnelweg, hè. Deze kant is de autoweg. Dat is de autoweg, hè? Oké. Okay. Dat is 80. En dan hebben we een meting gedaan en dan kom ik uit op 132 gemiddeld. Dat is 52 kilometer overschrijding. Gelukkig is dat er nog een correctie afgaat, anders zou je het rijbewijs in moeten vorderen. Dus. Maar voor die, dan gaat de correctie af van 5 kilometer, dus dan blijft er 127 over. Is er geen autoweg dan? Of is er een... Ja, dat is autoweg, ja. Oh, ja. Autoweg. Middelste gedeelte is autosnelweg. De A. A2. Ja. A2. Oké. Okay. Daar hebben we een mooie bord langs de kant gezet, hè. Als je het niet weet, kun je het zien. Ja. En die komt het best, dus het is niet de eerste keer dat je daar komt, volgens mij. We hebben er beelden van gemaakt. De collega die zal ze even laten zien. Dag meneer. Hallo, Marcel. Hey Jacobs. Ritchie Brabant, Zuidoost, hallo. Wij komen hier eigenlijk van Welschap af. Nou, dan valt u ons eigenlijk gelijk op vanwege uw snelheid. Kijk, hij blijft hier dus gewoon doorlopen. Dan moeten we eventjes doortrekken, want anders komen we niet bij. Maar ondertussen loopt de meting, dat is gewoon op het moment tijd en afstand. En dat ding dat berekent dan vervolgens de gemiddelde snelheid. 132. Goed, u krijgt een verbaalde officier van justitie die... Die gaat zich daarover bij. Ik weet niet dat u al meerdere overtredingen gepleegd hebt de laatste paar jaar. Nooit meer als tienswerk. Oh, nou, oké. Okay. Nou, deze die staat er in ieder geval wel een paar jaar in. Ja. Dus mocht u weer een soortgelijke overtreding gaan plegen, dan kan het wel zijn dat de officier zegt van laat die meneer maar eens naar de bos komen. Mm-hmm. Ik heb hem compleet. Oké, okay. Nou, tot ziens. Ik was even het hoesje aan het zoeken. Hm? Ik was even het hoesje van het rijbewijs aan het zoeken. Rijbewijs? Keuring? Ja, zoals mijn collega zegt, kunnen geen boetebedrag invullen. Dat bepaalt of ze hier in justitie. Dat zal hoog goed zijn, denk ik. Ik weet het niet. Hey, fijne avond. Goed zo, wel thuis, hè? Hai. Op de N2 wordt vaak te snel gereden en ook deze bestuurder heeft moeite zich aan de limiet van 80 te houden. De bekeuring loopt via de officier van justitie. Straks verlenen de surveillanten assistentie bij twee identieke ongevallen. Ja. Ik wil dat u uw hoofd zo min mogelijk beweegt. Ja. De ambulance die komt eraan. Is dat nodig? Ja, die moet even naar u kijken, want u heeft een hele harde klap gemaakt. Straks verlenen de surveillanten assistentie bij twee identieke ongevallen. Hi. Ja, ik wil dat u uw hoofd zo min mogelijk beweegt. De ambulance die komt eraan. Is dat nodig? Ja, die moet even naar u kijken, want u heeft een hele harde klap gemaakt. Tussen automobilisten is het onderling vaak lastig communiceren. En daarom is het gebruik van de richtingaanwijzer zo belangrijk, want dan weten andere weggebruikers waar ze aan toe zijn. Deze Fiat-bestuurder maakt het er allemaal niet veel duidelijker op, want ze gebruikt haar alarmlichten om andere bestuurders te bedanken. Maar dat kan ook heel anders worden opgevat, zoals ze zien in Arnhem op de Nijmeegse weg. Surveillante Erwin en Michel zitten achter de bestuurder van een Fiat 500. Ja, even kijken of ze zo inderdaad door blijft rijden. Zo. Gaat er nou vrij kort achterlangs. Zo. Ze heeft ook een abonnement op links. Ja, ze begonnen naar rechts gekund. Het is hier 80. De snelheid is 124. Klok maar af voor dat zien we weer het aan. 28. En dit dan? Ja, dit is een typisch geval van bumperkleven. Dat is heel erg kort, weinig zicht. Hier is het toch? Ja. Alarmlichten aan. Ja. Dat is weer zo kort op rijden. Ja. Kijk daar, joh. Er staat maar een meting hiervoor. Staat maar een meting hiervoor. Er staat 3 meter tussen. Voor de onderlinge afstand. Ja, dan krijg je dus dit soort dingen, die meneer die gaat remmen. Ik bleef met gemiddelde snelheid van 57 km. Tijd voor een staande houding. Klok vooraan. Ja, deze kant op graag. Dag mevrouw, goedemorgen. Mag ik de camera kijken? Goedemorgen. Dag. Mag ik me eerst even voorstellen nu? Esselink is mijn naam, verkeershandhaving. Ik wil u graag even uitnodigen om plaats te nemen bij ons in de auto. Mijn collega wil u graag even beelden laten zien. Mag ik u onderbreken? Ja hoor. Het is reden waarom ik hier ben. Ja. En ik kan in dat gebouw komen. En het is geen excuus. Alleen ik kan mij niet. Ik ben hier voor een doktersafspraak. Oké. En het is geen excuus om snel te rijden. Ik weet het. Ik kom van mijn werk.
ben. Ik heb een afspraak. Mag je binnenlopen en ik ben laat. Okay. Het is geen excuus. Nee. Ook als ik zou bellen, ze hebben een tijd dat ze de telefoon opnemen. Maar ik kan misschien de schrokkende dingen... Ik kan u van alles uitleggen. Ja. Maar mijn collega kan u aan de hand van de beelden nog veel meer uitleggen. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Michel Jansen, verkeershandhavingsteam. Op de linkerstrook. En rijdt u met een hogere snelheid als uw voorganger. En als u dan kijkt, gaat u dus gaat die auto wel naar rechts toe. Alleen u dwingt hem bijna naar rechts toe te gaan. En ik heb dankjewel gezegd. Ik weet, ik heb dit gehad gedaan. Ja. Maar dat is niet de manier van verkeer. Nee. Want als je gewoon afstand houdt, gaat die auto ook al een keer naar rechts. En geeft hem bijna gewoon niet de mogelijkheid om naar rechts te gaan. En dan kunt u wel zeggen van joh, kniplichten, maar dat kan ook anders geïnterpreteerd worden. Zo van sodemiet erop. Oh nee. Maar zo kan het wel geïnterpreteerd worden. Ja. En dat u dan misschien een keer de kniplichten aandoet, de alarmlichten. Ik dacht standaard dankjewel zeggen. Ik dacht dat. Het is mij niet bekend. Oké. U blijft met dezelfde snelheid doorrijden. Hier is dus daadwerkelijk de 80, einde snelweg. Maar u blijft met eenzelfde snelheid doorrijden. Maar u krijgt een bekeuring voor deze snelheid. Dan gaat er nog een wettelijke correctie vanaf. En het is daar 80 km per uur toegestaan. En dan gaat er 4 uit mijn hoofd af. 44 km per uur overschrijding. Kunt u voorbij dat vrachtwagentje kijken, nu? Toen u in de auto zat, kon u voorbij dat vrachtwagentje kijken? Nee. Ik denk dat u alleen maar één grote witte vlak van die vrachtwagen zag. Toch? Ik zag meestal alleen de auto van achter. Ja. Waar ga je naartoe? Is dat wenselijk? Nee. Sterker nog, het is levensgevaarlijk. En ja, te laat komen, jammer dan. Maar zorg er dan wel voor dat u dan veilig aankomt. Begrijp wat ik bedoel en waar we heen willen? Natuurlijk. Dat u gewoon even de rust neemt om ervoor te zorgen dat u gewoon veilig aankomt. Daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Voor zover duidelijk, de beelden die u gezien heeft. Ja. Heeft u nog vragen daarover? Nee. Nee? Wat betreft de snelheid. 44 km per uur overschrijding. Dat gaat via officier van justitie. Omdat het boven de 30 km per uur te hard is. Moet u eraf voor het kleven €180? Bedankt voor de aandacht. En in ieder geval succes bij de dokter dadelijk. Het is duidelijk dat de alarmlichten niet bedoeld zijn om dankjewel te zeggen. De bekeuring voor het kleven bedraagt €180 en de snelheid loopt via de officier van justitie. De surveillanten van de videowagen zijn dag en nacht onderweg om wegpiraten te bekeuren, maar de afhandeling van ongevallen behoort ook tot een takenpakket. En helaas komen die dagelijks voor, want het gebeurt maar al te vaak dat afslaande automobilisten een fietser of bromfietser over het hoofd zien met letsel als gevolg. Vandaag is het ook weer spitsuur en komen de agenten handen tekort, zoals ze zien bij Amersfoort op de Utrechtse weg. Surveillante Theo en Patrick krijgen een melding van een scooterongeval. De Bargman Woutier rijden wij. Moeten wij even meerijden Utrechtse weg voor die aanrijding letsel? Op de Utrechtse weg richting Zeist heeft een automobilist een scooterrijder geschept. De surveillanten gaan erop af. Er staat een auto ingedraaid daar. Daar is het waarschijnlijk ook. De bestuurder van de bromfiets ligt in de berm en omstanders hebben zich inmiddels over haar ontfermd. Het ambulancepersoneel is gelukkig snel ter plaatse om eerste hulp te verlenen en Patrick probeert het telefoonnummer van de familie van het slachtoffer te achterhalen. Gegevens van de zoeken. Terwijl de bestuurder op inwendig letsel wordt onderzocht, is haar vader al op de plek des onheils gearriveerd. Hallo, bent u de vader van haar? Ja. Hallo, niet schrikken hoor, Patrick Vermeulen. Kom even van deze kant. Maar er wordt heel even naar haar gekeken. Ja. Als je heel even wil wachten nog. Ja. Op zich, ze heeft een aanrijding gehad met scooters gereden en de auto's afgeslagen die heeft geschept. Ja. Ze moet heel even rustig blijven liggen, want ze gaan de nek even nakijken. Ja, en dat is allemaal voorzorg. Ik laat je nog heel even hier staan, dat je zo meteen even bij de kan als ze dit allemaal nagekeken hebben. Hetzelfde geld reageert ze nogal heftig. Ik snap dat het even schrik is, maar dit is ook allemaal voorzorg. Al. Ja. Nee, dat weet ik. Dat dus we hebben in ieder geval haar tas alvast heel even gepakt in de richting de ziekenauto. En u mag zo wel even bij de zitten, hoor. Ja. Dus het ziet er naar uit dat het allemaal meevalt, ja.
Zat gelukkig de helm op, die zat ook goed vast. Ja, ze mag van mij ook geen scooter, ze is niet van dezelfde deze scooter, maar ze mag van mij ook geen scooter zonder helm. Nee, nou ja, goed. Het is maar goed dat ze een helm op had, dat zien ook, want ze is wel op de kin gekomen. Ja. Ja, dat is niet zo heel erg zichtbaar. Nee, daarom. Ik kan me ook voorstellen dat je niks liever wilde naar je dochter toe. Dus. Om elk risico uit te sluiten krijgt de bestuurder een brace aangemeten. En dan volgt het bericht dat ter hoogte van het dierenpark in Amersfoort op precies dezelfde wijze een fietser door een automobilist is geschept. De surveillanten gaan direct op de melding af. Ja, dan gaan we weer met toestemming die kant uit. Weet je waar ik de BW laat? Bij het asielzoekcentrum voor de... Nou, hetzelfde verhaal als net. Ja. Alleen nu is de fietser. En die fietser ligt omringd door getuigen op het wegdek in afwachting van de ambulance. Patrick probeert te achterhalen wat er precies is gebeurd. Ja, wie is degene van de auto? Dat is deze mevrouw. Die mevrouw, oké. Okay. Wie heeft het zien gebeuren naast jou? Wij kwamen hier aan, net aanfietsen. Was het al gebeurd of zag je het echt gebeuren? Nee, ik zag het gebeuren. Oké. Okay. Als jullie er nog heel even willen staan, dan kom ik zo even wat opschrijven. Voor jou komen collega's ook even wat opschrijven. Kijk heel even hoe het met die mevrouw is. Hallo mevrouw. Ja. Blijf maar heel even zo liggen hoor. Weet u nog wat er gebeurd is? Ja, ik kwam weer aanfietsen. Ja? En er rijdt één auto weg waar ik achterlangs ga. Ja. En ineens zie ik die auto die moet stoppen, maar die zie ik ineens doorrijden. Oké. Okay. En daar lag ik. Oké. Okay, u weet dus heel goed wat er gebeurd is. Waar heeft u allemaal pijn? Hier. Ja, zeg maar alleen hoor. Dan... En mijn schouder. En uw schouder, oké. Okay. Ja. Ja. Nou, we laten u zo liggen. Ja. En ik wil dat u uw hoofd zo min mogelijk beweegt. Ja. Als u voelt dat u na wordt, moet u het gewoon even zeggen. Maar de ambulance die komt eraan. Is dat nodig? Ja, die moet even naar u kijken, want u heeft een hele harde klap gemaakt. Ja. En omdat u een hele harde klap heeft gemaakt, moet er even naar u gekeken worden. Ja. Ja? Ja. Nou ja, heel vervelend dit. Maar we gaan in ieder geval de ambulance eerst. De dokter gaat heel even kijken bij u. Ja. Hi. Wat is gebeurd? Mevrouw heeft een klap gemaakt met de fiets. Ja. Is zo terechtgekomen, is ook zo blijven liggen. Ja. En heeft voor de rest niet echt veel pijnen en dergelijke. Behalve in de linkerschouder. Is wel op het gezicht gevallen. Ja, ze heeft een flinke opduwel gehad. Ja. Oké. Okay. En we hebben haar zo laten liggen. Ja. Dag mevrouw, bij de ambulance dienst. Ja. Even zo liggen. Heeft u ook pijn in de nek of in de rug? Ja, hier, in deze schouder. In de schouder. En ook pijn in de nek of in de rug? Nee. Ja, blijf maar liggen. Oh, pas op hoor. De kraag zit nooit zo lekker, maar dat moet zodat hij goed steun geeft aan de wervelkolom. 1, 2, 3, 4. Nou, ik wil de rechter zijn. Ja, rechter zijn. Dan gaan we terug. Hetzelfde procedure. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Het ligt een beetje scheef. U heeft toch wel een smakkend gemaakt. Ja, dus we nemen maar even het zekere voor de onzekere. De gewonde vrouw wordt met vereende krachten op de brancard getild en de surveillanten ontfermen zich over de betrokken bestuurder. Ja. Hij schrijft nog even de gegevens op van die mevrouw. Ja, ja, ja. En terwijl de formaliteiten worden afgehandeld, gaat de fietser naar ziekenhuis De Lichtenberg, waar ze verder aan haar verwondingen zal worden behandeld. Van dit ongeluk in Amersfoort gaan we naar de regio Kennemerland in Assendelft op de Dorpstraat. Surveillanten Peter en Jeroen staan voor de verkeerslichten als rechts van hen een oude Enfield-motor over het fietspad voorbij komt. Wat is de bromfiets? Nee, het is wel een motor. Het is een motorfiets. Over het fietspad? Ja. Hier gaan rijden. Hij is hier de weg opgeschoten. Waar kwam je vandaan? Dorpstraat. Gewoon achter ons vandaan. Hij ging rechts de hele rij voorbij. Zou ik de man meteen omheen gaan zo? Nee, ik vind wel dat hij een bekeuring heeft verdiend voor het op die manier passeren. De kentekenplaat moeten we even meenemen natuurlijk. Ja. Dat is een oude plaat. We gaan maar even bij de watertoren staan. Jeroen spreekt de bestuurder aan. Heer, goedemiddag. Sorry. Goedendag. Koopman, verkeersdienst. De reden dat we u even aan de kant zetten. Vanwege het feit dat u over een fietspad deze weg benadert. Ik ben mij bewust daarvan, want ik kreeg hem niet zo vrij. Ik heb hem net rustig een beetje beoefend aan. Ik begrijp het, maar dat is niet de bedoeling. Dus u krijgt er wel een bekeuring voor. En er komt bij dat u met een oude kentekenplaat rijdt. Een niet goedgekeurde kentekenplaat. Dat ben ik niet zo bewust. Okay. Dit is een verouderde plaat en deze mogen niet meer. Oké. Ook daar gaan we dan maar voor waarschuwen. Ik bedoel, we gaan het niet te gek maken. Maar de eerste keer dat ik erop rij eigenlijk. Laat het wel in orde maken. Ja. Als u naar een... over het algemeen de automateriale zaken. Ja. Die kunnen gewoon kentekenplaten maken. Neemt u kentekenbewijs mee. Dat ze weten dat u de eigenaar bent. En dan kunt u een plaat laten maken. Afgesproken. Oké. Okay. Nou, dan wachten we het zo af. Ik kan u de beelden helaas niet laten zien.
We zijn met de videoauto normaal gesproken, laten we de beeld even zien. Maar het gebeurde langs de auto en de camera staat naar rechts, rechtdoor gericht. Oh. Dit is de bekeuring. Ja. Het is een bedrag van 90 euro wat ervoor staat. Okay. Die komt tussen nu en 6 weken komt die bij u thuis, met thuisadres. Okay. Uitstekend dan. Nou. Goed. Doet u vooral voorzichtig. Okay. Goed, bedankt voor de medewerking. De bestuurder krijgt een bekeuring van 90 euro... en de oude kentekenplaat zal hij moeten vervangen. Koos, de bestuurder die we net zagen, reed op zo'n klassieke Enfield Bullet, maar die had een verouderde kentekenplaat. Ik zie echt niet in wat het probleem is. Nou, in het belang van de opsporing en handhaving en het voorkomen van fraude is er in 2002 een nieuwe kentekenplaat ingevoerd. En die kentekenplaat is voorzien van een landcode en een eurofiet. En die moet gebruikt worden. Iedereen kan toch van een kilometer afstand zien dat het ding uit Nederland komt? Ja, maar het gaat er niet om of het uit Nederland komt. Waar het om gaat is dat er in het verleden meerdere platen van één kenteken in omloop waren. Je kon ook zoveel platen laten maken als dat je wilde. Nou, daar is een eind aan gekomen. Je krijgt nu voor een voertuig krijg je een plaat voor de voorkant en een plaat voor de achterkant. En die worden eenmalig afgegeven. En als je die kwijt bent of ze worden gestolen, dan kan je wel weer nieuwe platen krijgen. Maar dan staat er een eentje of een tweetje op. En zo is de afgifte van platen is dus echt gecontroleerd. Maar in andere Europese landen reizen dan ook allemaal met zo'n EU-landcode? Ja. Alle landen van de Europese Unie die hebben diezelfde platen, althans dezelfde soort plaat, want kleuren en letters zijn natuurlijk soms wat anders, maar overal zit er een landcode op en een eurovignet. Je ziet wel eens van die hele mooie klassiekers rijden met van die blauwe kentekenplaten, die hebben geen EU-landcode, daar hoor je niemand over. Nee, dat is een hele aparte regeling. Als het kenteken voor zo'n voertuig voor 1 januari 1977 is afgegeven, of in het jaar 1977 zelf in sommige gevallen, maar dat geldt niet voor alle gevallen, dan mag dat voertuig zo'n mooie blauwe plaat hebben met van die witte letters. Nog even terug naar die motorrijder van daarnet. Waar moet hij nou heen om een kentekenplaat te laten maken? Nou, die moet naar een automaterialenzaak gaan die dus de bevoegdheid heeft om die platen te maken en af te geven. Dan moet hij zijn legitimatie tonen, dan moet hij zijn kentekenwijs laten zien en dan krijgt hij een plaat voor zijn motor. Straks veroorzaakt deze bestuurder een hoop heibol langs de A2. Er moet zo'n rapkastje sukkel! Wat wil Jawel. Politie, staan moet blijven. Wat hij doet, man. Maakt me niet uit. Wat je zegt klopt gewoon niet. Moet je kijken wat hij doet. Straks veroorzaakt deze bestuurder een hoop heibol langs de A2. Er was zo'n rapkastje sukkel. Wat wil hij dan afgeven? Hé. Politie, staan blijven. Wat hij doet, man. Maakt me niet uit. Wat je zegt klopt gewoon niet. Moet je kijken wat hij doet. Kinderen kunnen soms behoorlijk irritant zijn en het bloed onder je nagels vandaan halen. En dat is vooral in de auto buitengewoon lastig, want als bestuurder moet je wel je hoofd erbij houden. Deze kleine meid zit ook flink te dreinen en daarom wordt ze door haar moeder even uit het kinderzitje gehaald. Maar pas op, want kinderen onder de 1,35 meter moeten altijd in een kinderbeveiligingsmiddel zitten, zoals ze zien in Zoetermeer op de Edisonstraat. Surveillante Henry en Emiel hebben een Suzuki in het vizier. Moment, deze gaat ook even mee, want dat kind staat los achterin. Oké, zet maar de boekie erop. Zodra de surveillanten langs zij komen, is inderdaad goed te zien dat een klein meisje los op de achterbank zit. En dat is natuurlijk vragen om problemen, dus mag deze bestuurder direct naar de kant. Goedendag. Mijn naam is de Bruin, politie Haaglanden, de bureau verkeer. Ja. De reden waarom wij u staande houden, is dat de kleine niet in het kinderbeschermingsmiddel zit. Ja, klopt. Dat wist ik wel. Dat is een behoorlijke boete, ja. In principe. Ja. Dus als u hem nu, en dat vind ik het allerbelangrijkste, nu gewoon in het kinderbeschermingsmiddel stopt. Dat ze geen irritant doen, daarom hebben we even eruit gehaald. Dat is de ene. Maar dan moet u stoppen. Oh. Kijk, want, op de vlucht toch gewoon stoppen? Of? Nee, dat niet, maar op een gegeven moment de dichtstbijzijnde locatie moet u even stoppen. Ja. Kijk, in het verkeer moet het kind gewoon vastzitten. Want dat is levensgevaarlijk. Ja, dit heb op het moment... U kunt wel de weg overzien. Maar op het moment dat het op een gegeven moment door een ander gebeurt... Ja, dan hebben we ook problemen. Ik weet de consequenties. Kijk, ik zie het, hè. Ik heb U heeft de voorraad er al eens een keer uitgekopt? Nee. Thuis gewoon gevallen. Ja, gevallen. Okay. Ik weet alles van de ellende. Ja? Dus. Moet je nog de gegevens zien? Ik hoef het niet te zien, dat geloof ik wel. Maar
Het allerbelangrijkste vind ik dat die kleine... Ja, volkomen gelijk. Ja? Dat vind ik ook. Oké, dan ga ik u een hand geven. Ook irritante kinderen moeten in het kinderzitje en voor deze kleine druktemaker is dat niet anders. Normaal gesproken bedraagt de bekeuring €90, maar voor deze keer komt de bestuurder eraf met een waarschuwing. We rijden mee met de regio Brabant Noord in Bokstel op de Schijndelse dijk. Sofjan, Gerard en Antoinette zien in tegengestelde richting twee Honda-motoren naderen die aanstalten maken om het gas open te trekken. Antoinette maakt een U-turn om de achtervolging in te zetten. Linksaf, Schijndel in. Het lijkt erop alsof ze richting Bokstel gaan. Ja. En die weg staat bekend om zijn fijne motorbochten. Ja. Handig puntje om in te halen. Nee. En dan gaat het gas erop. Pak even een meting. Doe maar. De motorrijders dreigen aan de horizon te verdwijnen. Wacht, toch eens gaan, ze lopen gigantisch uit. Pak even op het rechte stuk, hè? Ja. Daar zijn ze weer. Ja. Een gemiddelde van 141. We halen in. En dat gebeurt met snelheden van circa 150 km per uur, terwijl hier maximaal 80 is toegestaan. Alle twee meteen doorgetrokken streep eventjes, verdraagingsvlakje. Ja hoor, dat kan er ook nog wel bij. Tijd voor een staande houding. Alle twee meteen contact af laten zetten. Ze hebben. Ze gaan tanken. Gerard spreekt de motorrijders aan. Dag, heren. Hebben jullie rijbewijs bij? Ga er vanuit dat we weten waarom we hier staan. Hey, zet hem allebei even op de bok. Op de juffie. Kom even kijken hier. Hallo. Hallo. Daarachter rijden jullie. Ja. Ja. En dan gaan wij zo meteen een meting starten. En dan zitten we toch al beduidend boven de maximumsnelheid van 80 km per uur. Jullie zijn eigenlijk alleen maar uitgelopen. Op het moment dat wij aan het starten zijn gegaan met de snelheidsmeting. Nou, op het moment dat we jullie dadelijk weer in beeld krijgen, dan klokken wij hem af. En dan komen wij over een afstand van 1280 meter. Ja. In 32,66 seconden komen we uit op een gemiddelde snelheid van 141 km per uur. Dus er zitten ook nog stukken tussen dat jullie harder gereden hebben. Maar wat vind je er zelf van? Als je het zo ziet. Als ik heel eerlijk ben, had ik zelf niet in gehad dat ik zo hard aan het rijden was. Nee? Nee. Maar er liggen gewoon een paar leuke bochtjes tussen. Ja, ja, maar die zitten op het circuit ook, hè, leuke bochtjes. Ja, maar ja, dat kan er niet altijd naartoe. Ja, ik heb echt niet in de gaten dat ik zo hard heb gereden. Het hoeft daar maar net dit fout te gaan. En met die snelheid overleef je het niet, hè? Nou, dan zal ik dit ding eens gaan bellen. Ja. Ja, Jantje, die heeft een aanhanger, kan twee motors op. Ja, ja, regel maar vast, ja. Want de collega zal dadelijk jouw gegevens ook nog nodig hebben. De heren mogen niet verder rijden, dus wordt Jantje met de aanhanger gebeld. De kopie. Origineel met de post thuis. Met de bijkomstige prijs van de rit. Kijk, hoeveel weken ben ik gewerkt? Van de beunen ben ik. Nee, niet alsjeblieft, dank u wel. Ook voor jullie allebei verteld hoe het recht nou gaat lopen. Deze rit eindigt helaas bij de benzinepomp en de officier van justitie bepaalt hoe lang de motorrijders hun rijbewijs kwijt zijn. Koos, we hebben het onlangs gehad over die digitale flitspalen, maar daar wilde ik toch even op terugkomen, want het schijnt dat sommige motorrijders door die palen niet herkend worden. Klopt dat? Ja, dat verhaal heeft in sommige Belgische en Nederlandse kranten gestaan. En dat zou komen omdat er steeds minder ijzer aan de motoren zit. En daardoor zouden de detectielussen die in het wegdek liggen niet beïnvloed worden. Maar in Nederland hebben we nog geen last gehad van dit probleem. Maar hoe werkt dat dan met die detectielussen? Nou, bij een digitale flitspaal is het zo dat er twee detectielussen in de weg liggen. En als je over zo'n detectielus rijdt, dan wordt het magnetisch veld wordt verstoord. En vervolgens gebeurt dat weer bij de lus die iets verderop ligt. De afstand tussen die twee lussen is bekend. En de tijd is dan ook bekend. Die wordt gemeten. En als je dan te hard gereden hebt, dan wordt er een foto gemaakt. Maar de techniek staat ondertussen niet stil. En het is natuurlijk niet uitgesloten dat motorfabrikanten ook weer andere materialen gaan gebruiken. Is het dan niet handig om de productie van die nieuwe flitspalen even op een laag pitje te zetten? Nou, wij vinden dat pitman niet nodig. We houden bij de productie van de digitale flitspalen houden we steeds in de gaten hoe het met de motoren en de auto's zit. Hè, met wat daaraan veranderd wordt. En als het nodig is, wordt die techniek bij die palen natuurlijk gewoon aangepast.
Hoeveel van die nieuwe digitale flitspalen kunnen we op de Nederlandse wegen verwachten? Nou, er zijn er op dit moment zo'n 200. In 2011 komen er waarschijnlijk een stuk of 50 à 60 bij. En in 2015 dan zal het totaal op 600 zijn. Dat wil zeggen dat alle analoge palen zijn dan vervangen voor de nieuwe digitale flitspaal. We rijden mee met de regio Utrecht bij Breukelen op de Rijksweg A2. Surveillanten Willem en Raymond zien hoe deze bestuurder pontificaal over de vluchtstrook rijdt. Nou, dat is toch, dat is echt ruimschoots voor de... Daar gaan we mee. Het lijkt erop dat deze Mazda-bestuurder wil afbuigen naar het pompstation. Snelheid loopt. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat hij op slinkse wijze probeert de file te omzeilen. Kijk wat hij gaat doen. Die gaat tanken of niet? Heb ik niet het idee dat hij gaat tanken. Kijk. Willem spreekt de bestuurder aan op zijn manoeuvres. Dag meneer, goedemiddag. Overheemingsverlaam. Wij spreken u even aan vanwege het feit dat u over de vluchtstrook rijdt. Wat is daar de bedoeling van? Ja, hij wordt heet. Maar heeft u een probleem met de koeling dan? Dat wordt helemaal beter warm op de kant. Ja. Maar het blijft nog rijden. Kijk, ik kan me voorstellen als je... Als ik te lang daar sta, dan gaat hij niet. Ja, maar we reden nog. Waar bent u dan? Ja, maar zeg, als je stil moet staan... Dan en dan trekt een herrieschopper in de achtergrond onze aandacht. Hey, politie, staan blijven. Wat hij doet, man. Maakt me niet uit, wat je zegt klopt gewoon niet. Moet je kijken wat hij doet. Dat maakt me niet uit, wat je zegt klopt gewoon niet. Hij rijdt me tegen de vlucht... Rijbewijs alsjeblieft. Ja, hij rijdt me tegen de vluchtstrook aan, hè. Dat is niet normaal, dan nog een middelvinger opsteken. Gek. Nee, de uitspraak doen, ik maak je dood, klopt dat? Nee. Goed zo. Dus dat pas ik ook voor, ja? Ja, klopt. Graag even je auto aan de kant, want hier ben ik gewoon niet van gediend. Dat klopt toch allemaal niet? Even parkeren. Hier krijg je ongelukkig. Even parkeren. Ja, is goed, man. Van dit soort uitspraken krijg je ook ruzie. Het is duidelijk dat deze bestuurder bonje met een andere weggebruiker heeft. En om escalatie te voorkomen, kruipt deze vogel er wijselijk stilletjes tussenuit. Dus je kenteken ook niet? Ja. Gelukkig. Wat kenteken heb ik? Ja, mooi. Nee, ik ben hi. Niet... Hi. Raymond Veldhuizen, videoverkeerssurveillance. Hij drukt jou de vluchtstrook op. Ja. Nee, weet je wat het waarom? Was? Hier zo... Hij komt over de vluchtstrook. Ik wil hier de afrit. Ik rijd netjes de afrit af. Ja. Ik wacht tot de stippellijn begint. Ja. En hij komt over de vluchtstrook. Net als een paar anderen kwamen er voorbij. Ik ga netjes eraf. En boom, hij komt van de vluchtstrook. Vanaf de vluchtstrook net langs mijn bus. En volgens mij heeft hij mezelf geraakt. Is dat van hem? Ja, dat denk ik, ja. Het kon niet zo. Zet dat maar op de film. Ja hoor, maak je geen zorgen. Dat hebben we zojuist gedaan. Eens even kijken of ik wat weet. Ondertussen is Willem nog altijd bezig met die andere vluchtstrookrijder. Ja, ik snap het wel. Wordt hij heet. Ja, maar u neemt dan het risico. Ik kan daar niet parkeren. Nee, maar ja, maar dan zeg ik. Is het dan niet verstandig om die auto te laten staan? Ik heb dan die mensen gevraagd. Ja, dat weet ik. Maar u neemt bewust het risico. Nou, nu rijdt u dus over de vluchtstrook. En dat mag gewoon niet, want die is voor de hulpdiensten. Ik geef wat noteren, één moment. Twee dingen. Ja, naar aanleiding van het verhaal wat ik hoor, kan ik me voorstellen dat je boos bent. Ja. De uitspraak die je daar buiten doet, kan heel duur komen te staan als meneer aangifte doet. Ja, wat is zo'n afkantstukkel? Wat is dood aan de afkant? Dat is gewoon een keiharde bedreiging. Ja, dat voelt eruit. Ja. Dus daar moet je heel hard over nadenken. Ja. Maar er heeft wel een aanrijding plaatsgevonden, want je hebt in ieder geval rechtsvoor heb je in ieder geval een schuifplek. En eigenlijk om de vluchtstrook vanaf de vluchtstrook. Dus, je hebt een kenteken, naar aanleiding van wat er nu is. De exacte aanleiding heb ik niet gezien. Ga naar het bureau, ga aangifte doen. Wij stappen in, ik ga kijken of ik hem nog kan vinden. Ja, ga je maar. Dat is het enige wat ik kan doen. Kijk, ik weet niet wat voor capriolen ik moet uithalen om nu nog bij hem te komen. Hè? Ja, nou ja. Dus beloven kan ik niks. Mijn eigen leven. Dat vind ik veel belangrijker. Maar ja, zie ik hem toevallig zo in de file staan. Goed. Ja? Oké dan. De gemoederen zijn weer enigszins bedaard en de bestuurder vervolgt zijn weg. Over een aantal weken krijgt u een bekeuring thuis. En die boete is vanwege de gevaarzetting niet mals. Het kost €240 plus €6 administratiekosten. Alsjeblieft. Tot ziens. Ja, oké. Daar. Deze kwestie onderstreept maar weer dat oneigenlijk gebruik van de vluchtstrook tot gevaarlijke situaties kan leiden. De bekeuring bedraagt €240.
Koos, we zagen net eigenlijk twee gevallen van vluchtstrookrijden tijdens één staande houding. En bij één bestuurder liepen de emoties direct vrij hoog op, hè? Ja, die man had wel een bijzonder kort lontje. En aan de ene kant is dat wel begrijpelijk, omdat hij echt in een gevaarlijke situatie werd gebracht. En ook aangereden werd door een andere auto. Maar om dan direct te roepen van ik ga je doodmaken, dat gaat dan wel weer erg ver. In het geval van die Mazda-bestuurder kan ik me wel voorstellen, hè? Want die had problemen met zijn koeling en durfde niet te stoppen. Maar hij werd wel gelijk op de bon geslingerd. Is dat niet een beetje heel erg cru? Nee, kijk, je hoort die agent zeggen dat de file nog wel reed. Hè? Het stond niet stil. En de man had dus mee kunnen rijden naar het pompstation. Kijk, als je helemaal niet meer kan rijden, dan mag je ook echt op de vluchtstrook gaan staan. Want dan ben je het pad met een pechgeval. Nou, die politieman heeft het beoordeeld. En die heeft gezegd, ja, u had makkelijk tot aan het pompstation door kunnen rijden. Zo net met dezelfde snelheid waarmee de file reed. Nou, is die boete voor vluchtstrookrijden maar liefst €240. Dus nog hoger dan bumperkleven, hè? Waarom is die boete zo krankzinnig hoog? Nou, omdat het gewoon levensgevaarlijk is. Er vallen doden en gewonden op die vluchtstrook. Je ziet ook dat er ontzettend veel irritatie ontstaat door het vluchtstrookgebruik. En dat moet er gewoon voorkomen. Maar als het dan zo gevaarlijk is, dan moeten er ook veel ongelukken gebeuren. Is dat ook het geval? Ja, je ziet elk jaar weer dat er ernstig ongeluk op die vluchtstrook gebeuren. 4 tot 8 doden per jaar en tientallen gewonden. En als de mensen gewoon goed opletten en op de weg blijven rijden, dan zijn dat soort ongevallen te voorkomen. In wat voor gevallen mag je wel gebruik maken van de vluchtstrook? Nou, je mag zeker gebruik maken van de vluchtstrook als je pech hebt. Als je getuige bent van een ongeval of je wil hulp verlenen bij een ongeval of je bent er zelf bij betrokken. En je mag natuurlijk ook op de vluchtstrook gaan staan als het bijzonder slecht weer wordt. Je hebt wel eens van die vreselijke buien met hagel of sneeuw dat je geen hand meer voor ogen ziet. Ook dan mag je op de vluchtstrook staan. Maar wees dan ook voorzichtig, want er zijn andere mensen die dat natuurlijk ook doen en die jou dan misschien weer niet op die vluchtstrook zien staan. We rijden mee met de regio Brabant Zuidoost bij Nuenen op de A270. Surfjanten Ger en Johan worden gepasseerd door twee voertuigen en de achterste bestuurder zit behoorlijk op zijn voorganger te drukken. Dan opent u wel echt helemaal tot laatst bijrijden. Hij blijft helemaal tot laatst doorrijden. Hij pakt nu het rode kruis. Ja. Over de planken heen. Even kijken. Ja, hij moet over de planken heen. Zie je dat? Ja, erg fraai is het allemaal niet. Gewoon eigenlijk niet het fatsoen hebben om gewoon 100 meter eerder in te voegen. En wat gaan we nu beleven? Wat gaan we nou doen? Ja, moet niet gekker worden hier. Dit is inderdaad wel een hele lompe inhaalactie. Zet hem nou maar aan de kant. Deze wegpiraat mag zijn rijbewijs inleveren op basis van artikel 5. Bedankt meneer. Mag ik van u de rijbewijs even inzien? Dankjewel. Mag u meteen even uitstappen, meneer? We hebben wat beelden van u gemaakt. Ja. De rijbewijs wordt ingevorderd. Waarom? Gevaarzetting, artikel 5. Okay. Goeiedag. Jonge man. Hoi. Kent gezicht. Ja, ik kan me even voorstellen. Goedemiddag. Ger Jacobs. Wij zitten op de A270 en wij sluiten op een gegeven moment netjes aan. En dan zien wij een autootje aankomen. En er zit er vlak achter zit dat Opeltje. En dat is die Opel. En dan zeggen we, hij zal het toch niet gaan doen? Jawel, hij gaat het wel doen. Daar zit een rood kruis. Waarom niet ingevoegd? Je schiet 2 autootjes op. Niet meer dan dat. En vervolgens ga je over de plank heen. Laten ze er niet tussen. Op een gegeven moment wring je er tussen. Niet goed schiks. Kijk, daar gaat het door het rode kruis heen. Niet goed schiks. Dan kwaad schiks. Dan noemen wij een artikel 5. Okay. Hinder veroorzaken van andere mensen. Dan gaan we nog verder. En ja, goed, wat we hier reclame maken, dat lijkt helemaal nergens op. Nou, daarna hebben we de verkeerslichten. Die staan op rood. En dan met dit soort manoeuvres, nou, dat lijkt helemaal nergens op. Toch? Dat houdt in, jongeman, dat jouw rijbewijs wordt ingevorderd. Okay. Je krijgt een EMG. Dat is een educatieve maatregel gedrag. Dat gaat, houdt in dat je 3 dagen in de school mag op eigen kosten. Dat zit daar aan vast. Daar dragen we jou in ieder geval voor. Dan weet je dat alvast. Dus je rijbewijs wordt ingevorderd op grond van een aantal overtredingen, artikel 5 noemen wij dat. En daar aan vast zit een educatieve maatregelgedrag. En misschien dat ze jou daar een beetje manieren bij kunnen leren, bij kunnen brengen. En die is niet mals, dat geld dat je moet betalen. Ga je niet naar zo'n educatieve maatregel, dat je zegt van ze bekijken, maar ik ga niet naar de cursus. Dan is het CBR niet te beroerd om je rijbewijs ongeldig te verklaren. Kijk, en dan ben je nog veel verder van huis. Je zit nou in een traject. Waar we jou toch proberen wat
ja, wat normen en waarden in het verkeer bij te brengen. Want dit, ja, ik weet niet of je het ermee eens bent of niet, maar dit kan natuurlijk niet. Als iedereen zich zo door het verkeer zou bewegen, nou, dan krijgen we een grote pijnzooi. Want dit is gewoon ja, ieder voor zich, God voor ons allen. En volgens mij wonen we nog steeds niet in een dergelijke maatschappij. Denk ik. Dat is mijn mening. Hè? Hoef je niet te delen, maar dat is mijn mening. Vandaar rijden we ook rond. Ik ga vervoer rijden. Ja, zou ik bedoelen. Ga je rijden? Ga je toch rijden, heb je echt een probleem. Yes? Ja. Oké. Okay. Volgende. Je krijgt nog een verbaaltje van mij mee. Een zogenaamde artikel 5 verbaal. Die krijg jij van mij mee. Kentekenbewijs krijg je weer terug. Draaiwijs niet. Dan heb je het invoeringsformulier van me meegekregen. En dan bepaalt justitie verder. Oké. Ja? Ja. Oké. Deze bestuurder is niet alleen zijn rijbewijs kwijt, maar mag ook een 3-daagse EMG-cursus volgen. En de kosten van €800 komen geheel voor eigen rekening. Volgende week in Wegmisbruikers heeft deze taxichauffeur echt niet gebeld. Ja? Ik zweer op mijn moeder en alles wat mij lief is, hè. Oh. Op God, op alles wat in de goede en wat er ook is, u heeft het verkeerd gezien dit keer. Dat meen ik echt serieus.